In 2023 telt de geschiedenis van Suriname 4 kroonjaren. Het tweede kroonjaar is 160 jaar afschaffing van de slavernij op 1 juli aanstaande. ATV brengt u een serie waarbij vanuit verschillende invalshoeken dit kroonjaar wordt belicht. Vandaag in onze vierde editie belichten wij de Afro-Surinaamse cultuur met als thema Vosting Sranangyang. Dit verslag is van collega Sifra Goudland. De Afro-Surinaamse keuken, meer bekend als Sranang Kukru, is naar zeggen de duurste keuken in Suriname geworden. In deze editie praten we over Vosting Yang uit de Afro-Surinaamse keuken. Gerechten die misschien aan het uitsterven zijn en die de doorsnee Surinamer niet zo gauw gaat herkennen. Shagna Spengel en Biggie Smare Nate Mans weten meer over deze gerechten. Waarom denkt u dat ons eten zo duur is geworden door de jaren heen? Ik denk dat het komt door de verschillende ingrediënten die erbij zijn gekomen. En we leven ook in een dure tijd. Dingen zijn gaan veranderen. Als we kijken hoe de trend zich heeft voortgezet, aan de hand van onze financiële situatie, is alles meegegaan. Dus zodoende onze voeding ook. Maar behalve dat, aardvruchten zijn verschrikkelijk duur, dus dat kan je tegenwoordig niet meer betalen. Als je naar de markt gaat, heb je net 3 bananen, een stuk banaan voor 50 SRD. Dat is onbetaald. Bakkeljauw kan je niet betalen, zoutenvis kan je niet betalen. Dat is niets kan je betalen, dus het is automatisch duur geworden. Heel veel gerechten zijn overgenomen en aangepast aan de tijd. De authentieke gerechten werden vroeger echter klaargemaakt toen er nog geen gasoven was of een gasfornuis. Tegenwoordig probeert men gerechten te moderniseren, wat soms niet hoeft. Bij anderen lukt het prima, maar enkele moeten authentiek blijven, menen de twee vrouwen. Maar onze bachao, dat hadden wij hier. En onze gronyang, toch? Dat is hier ontstaan. Eigenlijk kregen onze voorouders, onze tot slaaf gemaakte voorouders, de bekisosalala bachao. En agronyang, de bepranja. En natuurlijk dan, die agronyang bij Mekki, dan zochten ze dan iets ernaast. De abachou sa de bechisi, dat de bebakking of losing morofuru, abe de morofuru losu, want abe de udufaya. Een gasfornuis, een microwave, een allerlei soort mooie gewichtigheid, dat no ben dete. Dan abe losi, abana be losi, abachou sref be losi. Sweet gevaarlijk, mevrouw. Kort potin abana, dat de losing. Ten de losen afit bontra konaini. En waarom ook zo duur? Voorzien des maar bij borfur bravo, omdat afinga taya de bepuru, ten de pura pontaya, dat de chimchim fin taya die de seataya, seataya, dat de puru, dat de bemer soepen en dat de karin finga taya soepen. En ook wat je had als moksalesi, fosting, boomfosting, een blakai pesi, moksalesi, dat is niet bekend. Veel gerechten zijn er niet meer of onder anders genoemd, waarvan er genoeg voorbeelden zijn. De vrouwen leggen ook een verband met de kerk en hoe het eten van die tijd eruit zag. Anitriberi moksalesi na gewoon je koekjes zout met die. Je pot die olie, je bakken mooi. Dat je wasi alles, dat je draaien pot naar je neef, want je pot krontomertje, mooi blakke peper. En dat neemt nooit meer komoren naar je neef. Dat is geen zoutenvis? Nee, kort je na de zonsman en jan zout met die, dat je pot zoutvis. Maar het motto, oorsprong voor een moksalesi komt van Anitri, de hernutters, de EBG'ers in Suriname. Dus de kleding, de officiële kleding van de evangelische broedergemeente is helemaal wit. Vooral bij de sacramentenbedieningen, bij de heilige doop, bij het heilig avondmaal, dan is het helemaal wit. Dan moren voor bij de doenroesma, brakasma. Sambe da anitri cerci. Da alesi weti leka krosi. En da den chimpis anon. So utmeti sambe bakabun drei. Taka be kondungru. Da dat be dede ede inasani. En lek aso ibe ga beri tu. Anitri beri. Helemaal wit. Die heilige kleding, die officiële kleding van de evangelische broedergemeente, is helemaal wit, van kop tot teen. Maar daarom voor ze maar bedenkt dat hier jari een dinari beloa aan het richertje. Nou, je ziet de brokken, tjun, ze te wan verjaren, wat huwelijk. Maar voor ze, zodra je bij gaat richertje, je draait luk naar laatste banje, naar mooi kring wit, die dan bij je dinari beweren.
De manier waarop vroeger werd gecommuniceerd is veel anders dan nu. Het werd tactvol gedaan door de vrouwen en dat bestaat er haast niet meer, geeft Bengel aan. En de verschillende soepsoorten, bijvoorbeeld if mitegi tsak isap ayajiman bravo. Wel mevrouw, smane bore moro. Fosi, na krosi, na nyang, anga de sanda dembijis ma beji boskopo. Dat bijvoorbeeld tamner kong kan daar niet deugelijk zo van den tegenwoordig, begrijpt u niet. Dat de nee soetu, de nee kapu, dat afro we borwa mooi aan ja die man bravo. Dan ga blakai pesi, mene sabe visa blakai pesi, dat die koeken uit roan soort braka takru fes watra, dat die pot bachau winnen, dus dat mevrouw we begrijpt toch dat die kon soetu, takru fes bachau, dat die saka soetu, dat je die nee op die meneer. Weer, if meneer kon baka meneer na jeje. Want afas vaat nya sideruit, afas vaat tesi, imsap takinom komoro. Begrijpt u niet? Krioro Kukuru blijft een van de belangrijkste keukens wanneer het gaat om authentiek Surinaams eten. Mijn naam is Sifra Goudland, met mijn cameraman Augustus Pansa. Tot de volgende keer.